Ja, ja, dat is gek, hè? Je speelt een helft, je krijgt 8 open kansen, zijn er geteld. Nou, heel veel dreiging nog, een paar corners, ja, een paar keer met kunst en vliegwerk dat die bal niet erin gaat. En, dus dan ben je 45 minuten tempo op het voeren en dan valt hij niet en dan kom je bijten. En binnen 3 minuten zijn we 2-0 en 2-1 voor. Dus ja, dat is natuurlijk een ideaal begin van de tweede helft. Ja, dan is het inderdaad de 50ste minuut en dan sta je met 2-1 voor plots. En wat zeg je dan? Ja, doorgaan. Ja, maar dat zeggen we in de rust ook. We hebben het puntje op de i gezet, vooral in de bezetting voor de goal. Want je, ja, tot aan in en rond de 16 meter bij hun doe je natuurlijk heel goed. Want dan kom je ontzettend vaak. Dan gaat het wel om afstemming. Vooral laten zien, trainers hebben laten zien dat we de eerste paal beter aan moesten lopen. Nou, en bij de eerste, de beste aanval gebeurt dat. En Sander die komt vrij in de rug en die schiet hem geweldig binnen. Hey, maar koppen, dat kan dus ook. Maar volleys nu ook tegenwoordig? Ja, nou, koppen zitten dit seizoen niet zo in, want ik heb er al een paar gemist. Nou ja, vorige week telde hij niet voor mij, maar het raakte hem lichtjes. Nee. Ja, nee, hij viel van mijn voeten en dat is lekker afdrukken. En, lekker. En dan weet je dat hij binnen is, toch? Ja, nou, 3-1, dan heb je hem wel geknakt. Alleen, als je kritisch bent en je kijkt dan de laatste 20 minuten, dan... Mooi toch het gemakkelijk. Sluipt natuurlijk ook wel vermoeidheid. Want je hebt ontzettend veel energie gestoken natuurlijk in het eerste gedeelte. Maar dat is nog wel een stukje volwassen worden. Want ja, ze komen nog een paar keer dichtbij. En een ongeluk in een klein hoekje. Dat heb je ook in de eerste helft gezien. Ze komen 1 keer aan de goal en het is doelpunt. En dat moeten we wel beter gaan doen. Want als het dan 3-2 wordt, ja, dan kan het nog link worden. Dus klein kritisch puntje, maar dat is wel iets wat je mee moet nemen naar de volgende wedstrijd. Je bent de enige speler die in de afgelopen 13 seizoenen allemaal minimaal 1 keer gescoord heeft. Oh, serieus? Kijk. Ja, lekker. Ja. Nou ja, ik ben ook niet de Eredivisie uit geweest natuurlijk. Nou, mooi. Ja. Nou, die steek je toch wel in je zak, hè? En dan nu op naar Feyenoord. Ja, dat is altijd een wedstrijd waar je naar uitkijkt natuurlijk. En je hoorde de supporters. Ze hebben er vertrouwen in. Bij de eerronde. En nee, mooi natuurlijk. Het is een ideale start. 2 keer een goed spel. Dat je met vertrouwen natuurlijk door kan bouwen nu. En zaak is om natuurlijk die reeks zo lang mogelijk door te blijven trekken. En het zou fantastisch zijn als je in de Kuip natuurlijk ook resultaat kan halen. Even van genieten, toch? 24 uur heb ik van een oud-trainer geleerd. 24 uur genieten en dan weer hard werk om het spel te verbeteren. Oké, nou, de hamvraag. Wie was die oud-trainer? Erik ten Hag.